Hallo dames en heren en tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en Quinn en Don, zoals je ziet, die zijn echt nog heerlijk aan het slapen. Bumpertje die is net wakker geworden. Hallo schatje, ben jij er weer bij jongen? Ben je er weer bij? En Deetje is er ook bij en die gaat me even verzorgen. Want ik heb jullie wel even de details bespaard. Ik denk niet dat jullie dat wilden zien namelijk. Ik heb zo net even samen met Dee hier een steenpuist weggehaald. Echt super pijnlijk, kan ik jullie vertellen. Alleen nu, mag ik een pleister kiezen. Een leuke Disney pleister. Ik wil Dagobert Duck. Ja, Dagobert Duck. Dat is Donald Duck. Oh, nee, dat is toch Dagobert Duck? Nee, dat is duidelijk Donald Duck. Duidelijk weet ik niet veel van Disney. Maar goed, die pleister wil ik in ieder geval. Ik heb een beetje een gat in mijn huid nu zitten van die steenpuis die is verwijderd. En we dachten het is wel even fijn om hem dicht te plakken. Want als ik ga lopen dan schuren mijn benen een beetje heen en weer. En als dat dan niet is afgeplakt dan lijkt me dat best wel irritant en vervelend. Het is echt een nare plek ook gewoon. Zo. Yes baby. Jij kan weer door het leven. Fancy shit. Beneden heb ik even snel ontbijt gehaald en het is echt weer super lekker. Deze keer heb ik alleen ook donuts erbij gehaald. Die zal ik straks wel eventjes laten zien. En blijf me trouwens even verbazen dat deze helmpies gewoon goedgekeurd worden hier in Spanje. De helmpies stellen namelijk niks voor. Als ik hem afdoe, dan zul je ook wel zien dat de binnenkant gewoon zeg maar hard piepschuim is. Kijk dan. Oh my god. Halleluja. 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 We hebben eigenlijk nog geen één dag gehad dat je niet in het zwembad wil zitten. Is lekker. Ja. Maar dit weer wil je ook in het zwembad, want het is super warm. Dat bedoel ik. Doei, Dee. Michael Jordan. Oh. Michael Jordan. Wauw. Michael Jordan. Ik hou op. Waarom doe je het nou? Klaar. Ik ging zo snel. Hij zit erdoor. In ieder geval, Deetje die is de tas aan het inpakken hier. Want wij gaan, dames en heren, of we nou willen of niet, morgen vroeg tussen 6 en 7 uur 's ochtends, tenminste, dat is de planning voor nu, gaan wij weer weg naar Nederland. Yep. En aangezien we dan weer even onderweg zijn, ga ik bezig met de video's. Dus ik ga even naar boven. Deze meenemen. En ja, ik ga weer verder met het editen van mijn video. Dus dat gaat weer super vet worden. Hoppa, we gaan vandaag nog hele leuke dingen doen. We gaan namelijk nog karten. En vanavond, dames en heren, geloof het of niet, gaat Enzo even een kijkje nemen. Waarschijnlijk bij de Beach Club. Want die was ongeveer nu bijna een week geleden in de fik gevlogen. Alleen die gaat vanavond waarschijnlijk weer open. Dus het belooft nog een leuke dag te worden. Bumper, wil je wat water? Ja, doe maar. Doe maar een beetje water. Bumper, water? Beetje water. Doe maar. Ik wil geen water. En toch krijgt hij lekker zijn water. Voor de mensen die thuis een rooster hebben, die... Droogster? Is een vrouwelijke droger. Wat zei ik? Droogster? Droogster. Oh. Voor de mensen die een droger hebben, die herkennen dit vast wel. Dit moet je eens in de zoveel tijd even schoonmaken. En dit is zo satisfying, hè? Moet je dit eraf halen. Oh. Oh my god. Het voelt zo zacht. Dat kan gewoon allemaal weg. Het is allemaal stof wat er vanaf komt. En nu is hij weer goed. En hij werkt hij weer. Dan kan je er weer doorheen kijken. Dat zou goed. Pizza! Why is zo afreed? Wow, yo! Ik zat nog te denken, waar is Enzo? Want... laat maar gewoon. We gaan karten, boys. Yeah! Quinn heeft ruzie met zijn plastic zakje. Die waaide de hele tijd weg. We kunnen wel van die raar eigenzinnige dingetjes, joh. Hey. Je zijn schoenen meenemen in een tasje. Ja, waarom neem je je schoenen ook mee in een tasje? Dat is niet raar. Dat is best wel raar, ja. Hey, maar dit is de achterbank. Dus ik zou zeggen, veel succes. Deze achterbank is een beetje kapot, maar goed. Kom vast wel goed, Don. Jij bent niet zo groot. Die is kerel, goed hoor.
Oh my god. What the fuck happened there? Oh my god, zag je dat? I don't know, man. What the fuck, die zijn gewoon daar vanaf gereden. Wat een sukkels. Hier zie je verschillende banen, dames en heren. En als ik het goed zie, dan gaan wij baan 1 nemen. Ja. Want dat is voor F2, F3 en F4. Maar weet je wat ze ook doen? Ik denk dat die rode lijn, als er dan een wedstrijd is of zo, dat zou vast wel gebeuren, dan doen ze denk ik die hele baan zo. Want kijk. Ja, dan doen ze die rode lijn, zodat ze daar overheen gaan. Dat zou echt sick zijn. Yep. Ja. Ik heb er super veel zin in. Ik ook. Let's go. Don ook. Yeah. Kijk. Oh, even een beetje slippen, een beetje driften. We zijn klaar met karten. Woe! Wat was dat vet, dames en heren. Ik heb zo enorm genoten. En weten jullie nog, op de heenweg, toen kwamen we een auto tegen. En die auto, ja, mijn haar ziet er trouwens echt super raar uit. Ik lijk net een palmboom, maar maakt niet uit. We kwamen een auto tegen en dat zag er niet al te best uit. En het is nog steeds niet gefixt. Moet je kijken, joh. Kijk dan. Wat is dit? Oké, nou, ik hoop dat ze het snel fixen. Ik ben helemaal bezweet. Ik had nooit een zwart shirt aan moeten doen. Maar goed, we gaan nu onderweg naar een restaurant. Daar gaan we gezellig eten met de rest van de familie. En ik ben helemaal kapot, dus ik kan wel even wat voedsel gebruiken voor wat energie. Woe! Heerlijk, hè?
Heerlijk! Dames en heren, ik heb hier een pet op. En je gaat nooit geloven wat voor pet. Een Pokémon pet. Hoe hard is dit, hé? Geniaal. Alleen weet je wat het is? Het is een klein beetje slechte kwaliteit. Dus wat ik denk ik ga doen is, aangezien ik zelf ook petten maak, maar dan met mijn Knolpauw logo erop, ga ik gewoon hier een foto van maken. En dan ga ik deze gewoon thuis bij mijn eigen leverancier even nalaten maken. Want dit is echt zulke slechte kwaliteit. Die lippies die zijn er gewoon aan vastgelijmd. Dus, en dan 15 euro voor zo'n pet? Nou, doe maar niet. Dus ik maak gewoon thuis even een eigen pet. Eentje speciaal voor mezelf. Maar hier krijg ik wel inspiratie van. Echt geniaal. Als het goed is, gaan we hier ergens eten. Ik weet niet precies waar. Dit is Albert. Want wij zijn met een andere auto. Ja, gezien. Hey. Oh, dit ziet er wel gezellig uit hoor. Hopstakee. D heeft eten. Ja. En wat voor eten? Kip curry. Kip curry. Ruikt super lekker. Eet smakelijk, lieverd. En je ziet er mooi uit vanavond. Dankjewel. Jij ziet er ook mooi uit vanavond. En wat heb jij? Wat is dit? Wilde tonijn. Dit is iets van een kipburger. Maar het is niet zo lekker hier. Lekker. Enzo Knol heeft een lekkere hamburger, dames en heren. Ja, ja, met kaas en ui. Is hij lekker? Hij is zo lekker. Oh. Hè, Pokémon trainer? Het is zover. Ik ga de auto inpakken. Oh, altijd zo'n stomme rotklus. Maar ja, het moet gebeuren. Ik heb wat voor je. Oh, nice man. Alsjeblieft. Nice. Kijk, de heenweg heb ik altijd wel zin in. Maar de terugweg vind ik dan toch altijd zo brah, weet je wel. Omdat je weer naar huis gaat. En aan de ene kant heb ik wel heel veel zin om naar huis te gaan. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van, ik heb nog helemaal niet alles gedaan wat ik wilde doen. Ik ben gewoon verkeerd geweest met de planning. Ik heb gewoon beloofd aan jullie dat ik nog naar de bunker zou gaan. Omdat ik daar vorig jaar niet meer voor een tweede keer heen ben gegaan. En het is me gewoon niet gelukt. Ik kom gewoon tijd tekort, dames en heren. Dus voor de mensen die zich hadden verheugd op het avontuur naar de bunker, het spijt me echt heel erg. Want dat ga ik niet meer redden, want morgen vertrekken we gewoon. Ik wilde vanavond dus naar de bunker gaan, maar ik moest zoveel video's editen. En daarnaast zijn Don, Quinn, D en Nika allemaal naar de Beach Club. Want die is nu voor het eerst weer open sinds dat er brand was geweest. Dus het is de allerlaatste avond en hun willen heel graag met z'n allen feesten. Ik wilde als enige naar de bunker. En dan ben je zwaar in de minderheid en ik ga er echt niet in mijn eentje heen. Dus helaas is dat niet gelukt. Maar dames en heren, volgend jaar weer een jaar dat we hier misschien heen gaan. Wie weet. Dat weet je maar nooit. Het kan altijd wel anders lopen. Maar goed. Ik heb er in ieder geval enorm van genoten. Ik heb ontzettend erg mijn best gedaan om elke dag super toffe vakantievlogs voor jullie online te krijgen. Volgens mij is dat ook zeker weten wel gelukt. En de avonturen in Nederland gaan ook weer super vet worden. Er komen voor de Pokémon liefhebbers hele toffe Pokémon video's aan. En ik heb er heel erg veel zin weer om te beginnen met de Minecraft Survival. Ook al is die gewoon nog elke dag online gekomen. Maar ik had natuurlijk alles van tevoren opgenomen. Dus ik heb heel veel zin weer in nieuwe opnames. En ik ga enorm hard knallen. Ik ga nu nog even de garage hiernaast bezoeken. Want daar ligt het kleed van Bumper. Want die gaat gezellig weer met ons mee. Yes! En de ouders van D, die blijven nog 3 of 4 dagjes hier. Maar ik ben blij dat we Bumper weer mee kunnen nemen. Dus dames en heren, nu sluit ik de vlog af. Ik wil jullie enorm bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken jullie baas morgen allemaal bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!